Goedenavond, hier zijn we nou op een prominente bal van de Oelewappers. Oelewappers. Aan de kant van Binklaan. De Bijenbel. Ja. Hoest. Hoest? Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja. Ik zie nog een bekende die lange tijd weg is geweest. Onze cameraman. Gert Herman dit keer. Nee. Onze grote vriend. Gert, hoe is het? Hij geeft een duimpje, maar hij zegt niks. Nee, lekker op vakantie geweest in Dubai. Ja, lekker lekker bruin. Heerlijk. Ja. Maar goed. Gert, welkom. Fijn dat je er bent. Ja. En trouwens, onze Herman. Ho. Ja, onze rots in de branding. Herman. Zekers. We zijn rijk vertegenwoordigd. Ja. Maar goed, we gaan even zo meteen de zaal even in. Ik denk ook dat we de receptie nog even mogen gaan bezoeken. En nou, we gaan het samen even een gezellige avond van maken. Zeker, gaan we echt doen. En ik zit een beetje te wrijven in de handen, want het is buiten niet warm. Nee, dat klopt. Ik had een jas vergeten. Maar ik had een mutsje bij me. Maar ik heb nog een primeurtje. Vorige week was ik bij de Tonnenzotters. En toen werd ik volgens mij door meneer Bakker, Paul Bakker. Ja? Die werd ik benaderd over een boek. En dan moet ik dan even excuseren, het was bij de knip. Knip! En nou laat hij maar staan. Ja. Nou, laat me mooi aanstaan. Ja. Maar goed, meneer Bakker die is van de Eileuvers en die is aangegeven. Ik bepaal wat ik moet gaan doen. Oké, laat maar lekker doorlopen. Ja. Bum. Dus wanneer gaat hij nou bepalen? Ja, even zijn boek samengesteld over Zolle. Ja. Op alle cannabisverenigingen. En 2 februari bij de bejaarden. Moet ik even kijken hoor. Carnaval? Seniorencarnaval. Oh. Hebben we nog iets meer? Ja, bij de seniorencarnaval wordt het eerste exemplaar uitgereikt. Ah, kijk, dat is hartstikke mooi. Dus als beste kijkers, 2 februari komt het boek uit. En dan is hij waarschijnlijk ook in de handel verkrijgbaar. Dat was even tussendoor. Nou, dat is altijd hartstikke goed, toch? Ja, toch. Oké. Okay. Dat is de promotie. Komt van er even beterschap. Ja, Batse. Neem er nog eentje. Spaar rood. Nee, serieus. Batse is even van de kaart. Hij is gevallen, lelijk terechtgekomen. En even een vieze elleboog of een armblessure opgelopen. Namens ons allemaal, Batse. Beterschap. En ik kom binnenkort nog even... Nou, ik wil bijna zeggen een drankje doen, maar ik kom er even op visite. We komen samen de fles leegmaken die jij niet op kunt. Oké, okay, we gaan even de zaal in. Ja. Laten we eens even kijken wat er is. Yo! Die Batsen die stroomt klaar weer zo meteen. Oh, moet je nou de zaal aan in? Oké. Nou, goedendag. Alles goed? Zeker, jongen. Ja. Mooi. Weer van de partij. Ja, altijd hè. Ja, gewoon hoor. We hebben een mooi beetje gemaakt. We gaan weer naar. Nou, ik niet, maar. Nee, ik zeg. We. Doe jij ook, hè? Ja. Wij gaan een mooi feestje maken. Mag je nog wel eens opnemen? Zijn we weer? Ja. Jongeman. Daar zijn we weer. Hoe is het? Ja, prima. Ja, maar niet helemaal. We kijken alweer goed gereden allemaal. Ja. Maar leuk maar wel. Ja. Nou, even verder kijken. Nou. Elvira. Hallo, lieve. Heel voorzichtig zijn. Ik heb nou een microfoon hier. Zie je, nu hoort Gert alles. Gert hoort nog een bepaalde jou, Ja, goed. Is goed. Ik denk dat Zwolle weg gaat. Ik ga. Bij de carnaval, hè? Ik denk dat Zwolle weg gaat. Bij de carnaval, hè? Zo goed bevallen. Hey. Weer van de zij. Ja. Papa, lief is er ook. Ja. Ik ga met halen. Goed idee. Dan gaan we zo meteen ook weer. Dag Jan. Dag, hoe is het, jongen? Goed, jongen. Ja, prima. Maar nou snap ik dat smoesje. Nee. Wat is dat jij achter de bar helpt. Ja. En dat bij de hoorn kreeg van, ja, dat wordt straks een beetje op een klein pitje gezet. Maar nou snap ik dat kleine pitje. Echt? Jij snapt het. Ja. Ik kan niet langer over na uit te denken, of wel? Nee. Je kent elkaar? Nee.
week. Nou, Jolan. Ze is allemaal Johan Sneek. Nee, Snits zei jij net, hè? Snits. Snits, ja. Snits is op zijn Fries. Okay. Maar wij praten eigenlijk Sneekers. Ja, oké. Okay, maar ja. Ga door. Ga door. Nou, Oeletoeters. Leuke vereniging. Maar ja, dat kennen jullie wel, want wij komen hier al jaren. Ja, dat weet ik ook. Ja, daarom. En ceremoniemeester, ja, bedoel, een clubje bij elkaar houden. Nou ja, dat lukt over het algemeen wel aardig. Heel goed. Ja. En volgende week dan zien we graag iedereen bij onze externe receptie van onze Prins Carlo met Mats en zijn secondant Dennis. Dus komt helemaal goed. En wij mogen erbij zijn. Ja, tuurlijk. De burgemeester. De burgemeester van Berkum hoor ik net in mijn oor gefluisterd. Ja, zo word ik genoemd. Vertel. Nou, ja, we waren zo vaak hier dat iemand zei van, hier rijdt de burgemeester en wij de Alder Rock. Nou, dat is een mooie naam voor feestjes. Een dubbele functie. Ja, dus dan... Nee, de wethouder is er vandaag niet. Oh, oké, okay. Maar je ziet er wel heel erg prominent uit, moet ik zeggen. Ja, natuurlijk. Ik ben ook oud-prominent vanuit Virus. Jaren bij het Virus, bij de groep Het Virus gezeten. Dus samen met Peter Hout. Kijk, ja, Peter. Oud-prominent, hè? Ja. Namens Het Virus, wat helaas niet meer bestaat, zijn we toch prominent geweest en we voelen ons elk jaar weer verplicht om toch nog even weer acte de présence te geven hier op dit bal. Dus... Leuk je weer te zien, Peter. Ja, we doen ons best elk jaar weer. Mooi man. Ja. Okay. Hey Michael! Yes, I did! De dames en heren, hier is de Princess Please en Adjudant Freeze. Vergezeld door onze fantastische vereniging. Want in dit natuurlijk gevolg worden, sluiten aan de hoop deze fantastische ontwikkeling uit. Carnavalsvereniging de Deurzakels met Prins Leon en adjudant van Maxi en Koffie. Gevolgd door Carnavalsvereniging de Zwemmerbussies met Prins Leon Diesels en adjudant Nanko en Koffie. Ja, die zal ze nog in ons midden zijn, want dat is een andere richting. Maar Carnavalsvereniging de Deurzakels met Prinses Ilona en Prins Leon en adjudant Helma en Elvis. En Carnavalsvereniging de Eindelijk met Prins Rikael en adjudant Steve en Smith. Vervolgens van Carnavalsvereniging de Eindelijk met Jung Prinses Splinter. De eerste en adjudant Julian Kover en Tico Stoenenbouw. Carnavalsvereniging de Amakers met Holmgeest. De Arribius en adjudant de Wolfing en Noor Lyons. Carnavalsvereniging de Koenlokkers met Prins Carlo en Tickendal van Max. En Dennis. Carnavalsvereniging de Timperstampers met Prinses Christina en Hofdame Miranda. Carnavalsvereniging de Kalmergatters met Prins Niels de Eerste en adjudant de Vijfde Loos. Gevolgd door Carnavalsvereniging de Zoon.
voor dat jullie met elkaar even een mooi plaatje maken. Allemaal zorg ervoor dat jullie de camera's zien. En dan kan Sassenhoff van jullie prachtige foto's maken. Al met leuk voor later.